Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losstop. Als je naar de drogist toe gaat voor lichamelijke verzorging, dan kom je daar een heleboel producten tegen met ingrediënten die toch op zijn minst verdacht zijn. Hier een lijstje. Zeg nou zelf, dat wil je toch niet eens op je huid smeren? Deze aflevering laat ik zien dat met hooguit 4 middelen dat je je hele lichamelijke verzorging kunt regelen. Zeep is een van de oudste chemische middelen die er bestaan. Het is nagenoeg onschadelijk en je kunt er dus rustig je huid, je haar en zelfs je tanden mee wassen. Want tandpasta, dat heb je eigenlijk niet nodig. Laat staan al die ingrediënten die in tandpasta worden gestopt, zoals fluoride. Probeer het maar, het valt best mee. En daar is mijn favoriet weer, kokosvet of kokosolie. Deze keer als middel tegen een droge huid en droog haar. Maar als je net uit de badkamer bent gekomen waar je huid en haar hebt staan ontvetten, dan is het helemaal droog. Help je huid met wat olie die geschikt genoeg is om zelf te eten. Dus amandel, olijf of kokosolie. De citroen. Het barst van de deodoranten met aluminium of allerlei andere onfrisse ingrediënten. Maar wat moet ik nou gebruiken om zelf niet zuur te gaan ruiken? Dus ik kwam uit op citroenzuur. En dan wel in de vorm van halve citroen smeer ik dat 's ochtends onder mijn oksel om de hele dag verder okselfris te blijven ruiken. En de rest van de halve citroen, die drink je gewoon op voor de nodige vitamine C, het volgende middel. Vitamine C, daar mogen we veel meer van hebben. Slik rustig 1000 tot 10.000 milligram op een dag, dat is gezond voor je. En ook voor je huid, het helpt namelijk tegen verbranding. Ik kwam erachter toen ik van de week naar de podcast van Dr. Gary Null luisterde, uit Amerika. Hij slikt dat de hele dag door. En zorgt er dus ook voor dat in zijn huid alles goed gaat wanneer hij de zon ingaat. Hij verbrandt op die manier niet. Dus dit middel, wat goed is voor je huid, slik je dus. Dat is niet iets om te smeren. Dat is het hele overzicht in feite. Voor scheren gebruik ik een apparaat. En make-up, dat heb ik niet nodig.